Het opstarten van het bedrijf, we hebben veel hulp van vrijwilligers gehad. Het feit dat we bewust kijken wat bieden we klanten aan. Dus zoveel mogelijk uit de buurt halen. De lokale boeren, die kennen we echt. En ook de keuze van het assortiment, groente komt niet buiten Europa. Kan het uit binnen 25 kilometer, dan doen we dat. Kan het in Nederland, als het niet binnen die 25 kilometer kan. Kan het in Europa, als het niet binnen Nederland kan. En daar stopt het voor de verse groenten. We willen eigenlijk verpakkingsvrij zijn. Dat lukt nog niet helemaal. Het allermooiste is dat je je eigen bakjes, zakjes, voorraadbussen, tapebusjes, kruidenrekjes, dat je die gewoon zelf meeneemt. En het gebeurt. Zijn er winsten, dan wordt dat dus geïnvesteerd in lokale landbouw of in het ontwikkelen van het verpakkingsarme. Werk je nu 2,5 maand, 2 dagen in de week. Het is veel zelf afvullen, het is verpakkingsarm, veel groente uit de streek. Dus het is wat bewerkelijker dan wat ik gewend was, maar wel erg leuk. Die spruitjes die een beetje geel worden, kun je nog prima eten, maar die worden vaak niet meer gekocht. Die gaan naar de keuken. En dan maken de cateraars die daar dagelijks werken, maken daar een dagverse hap van. Dus we zorgen dat we echt zo min mogelijk weggooien. Hey, tot ziens! Tot kijk!